Hallo kijkers van Shine Sprite en van Gaming SB. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatarlog. De afgelopen aflevering van de Avatarlog is het niet zo goed gegaan met mij. En ik zie dat er meteen nog een klein probleem is. Maar dat is op zich niet erg. Het is geen erg probleem. Maar wat er is gebeurd is dat ik helemaal dood ging. Al mijn Pokémon's gingen dood. Dus nu heb ik eigenlijk een heel nieuw team. Die zal ik eerst even laten zien. Ik heb een team van 5. Dit zijn de 5 Pokémon's waar ik uiteindelijk voor heb gekozen. Dat is Wingull. Pico de Wingull, level 18. Alles is level 18. Billie Eilish de Wishmer. Blubby de Magikarp. Vincent de Seedot. En Ninja de Ninkada. Ze zijn allemaal level 18, maar het zijn allemaal first stage evolutions. Dus we hebben er nog niet heel erg veel aan, ben ik bang. Alleen ik denk wel dat ik met Wingull die Numel kan verslaan. Omdat ik 1 waterpuls doe en dat is 4 keer dus. Alleen waar ik dus net... ik laat je zo praten hoor, Sander, maar ik maak even mijn verhaal af. Echt, ik heb al van alles zitten gebaren naar de webcam. Ja, dat zag ik al. Dat je net als wat ik bij jou deed, dat je mij een intro ging... nadoen. Ja, dat ook, bitch. Maar dat was niet het enige. Oké. Nee, ik startte net in Rustboro City, omdat ik daar getraind heb. Dus ik moet nog even terug naar Sleetport. Ja, nee, ik ben nog steeds die Geodude aan het zoeken. Maar ik kwam een Pokémon tegen. En ik kon niet escapen. Toen deed hij teleport. Nou mag jij raden welke Pokémon ik tegenkwam. Abra! Ja, dus ik zat heel salty naar de camera te kijken. Zo van, ach, wat? Hoe? Waarom? Ja, precies. Ik ga heel eventjes kijken naar Sleetport. Sleetport is hier. Dan kunnen we zo meteen even kijken welke Pokémon we mogen vangen in de volgende route. Maar jij bent eerst nog voor een cave. Ik ben in een cave, maar volgens mij waren we al verder. Ja, we waren al verder. Alleen jij bent nog even aan het gluren naar Judith. Omdat ik natuurlijk nu een beetje achterloop. Omdat ik dat hele gebeuren nog moet doen. Oh, oké, dat heb jij nog steeds. Dat moet jij nog steeds doen natuurlijk. Ja, want ik ging dood door die nummer. Ja. Oké, dan heb ik nog even tijd om de Gio. Alleen ik ben heel erg bang. We moeten straks tegen May natuurlijk. En dit is de Nuzlocke Killer. May is dat, zeg maar, onder die fietsbrug. Leuk. Moet ik nou weer entry betalen voor die museum? Nou, nah, dat is echt niet oké. Straks ben je blut. Hé, hey, niet zo hè. Als ik nou weer doodga, dan... Ik bedoel van hoe broken is deze game? Straks ben je blut. Ja, maar je kan altijd wel aan geld komen volgens mij. Hoe dan? Nou, sowieso, het is maar 50 pokédollars, dus ik denk dat je altijd wel aan iets kan komen. Ja, oké. Dan kun je zelfs een... iets verkopen. Ja. Lekker specifiek ook. Ja, nee, daar hebben we weer heel veel aan. Oké, ik ga ze nu gewoon verslaan. Dan train ik mijn spul ook nog eventjes. Dus misschien wel. Morgen komt dus in real life, zeg maar, aflevering 3 uit. Die ene aflevering waar mijn file van weg was. Oeh, ik had een dikke lagspike. Hier, meteen nummel, one hit KO. Hier met jouw nummel, eikel. Okay. Wacht, wat was de nummel waar je dood aan ging? Ja, yeah, one hit KO, omdat ik nu een water Pokémon bij me had. Ja. Ja, dat helpt wel, schijnt. Ja. Yeah. Alleen ik moet meteen tegen nog een Pokémon, dus ik ben benieuwd wat dit is. Dit is een Zubat. Hey, ja, die ben ik ook kwijt. Dat is wel jammer dat ik mijn Zubat ook kwijt ben. Yep. Beach life. Fuck off. Met je Beach life. Gaat healen. Ben je echt een loser hoor. Zegt de gast die echt tig potions heeft gekregen. Maar goed, dat doet even niet toe. Nee, dat negeren we. Dat is bijzaak, jongens. Kom op. Ja, precies. Headbutt. Oh. Mijn kolenman leert headbutt. Six minutes. Mijn kolen! Ja, echt. Dat is echt een meme. Dat is de beste. Nee, ik naadje uit Avatar. Ik vind geheime tunnel heel leuk. Geheime tunnel. Nou, ja. Geheime tunnel. Weet je wat ik ook nog bedacht? Toen ik de opname
terug zat te kijken toen ik die Shroomish kreeg. Nee. Toen dacht ik, waarom heb ik hem niet lief genoemd of zo als referentie? Oh, een neuspaddenstoel. Misschien is hij wel heel lief. Ja, inderdaad. Goud. Ik hou van die aflevering. En ik hoop dat ik niet de enige ben. Die is wel mooi, die is wel mooi. Even kijken, als ik straks een Keknia vang, moet ik hem eigenlijk Juice noemen. Omdat hij toch die cactussap drinkt. Oh ja. Ja, die is mooi. Oh, het cactussap. Echt een meme, gewoon. Ja, dat is echt mooi, man. Ik hou van die aflevering. Maar nu komt echt de vraag. Ja. Wat is je minst favoriete aflevering? Ik denk dat ik hem al weet. Maar goed. Nou, er zijn er meerdere. Oké. Okay. Ik hou niet zo van de afleveringen dat Appa gestolen is, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Dat vind ik gewoon, gewoon een hele serie aan minder leuke afleveringen, zeg maar. En verder kan ik me zo niet herinneren. Welke dacht jij dan dat ik bedoelde? Die ene, het is echt zo'n filler aflevering. Dan komen ze twee van die groepen tegen. Oh, en die hebben dan flinke ruzie om niks. Oh ja, maar die vind ik op zich best wel grappig. Ik vind het best wel grappig. Ik vond het wel een mooie boodschap. De boodschap is natuurlijk, als je echt heel diep gaat kijken, dan is de boodschap dat je altijd alle tweede kanten moet aanhoren voordat je een conclusie kunt trekken. Dus dat is wel mooi. Mm-hmm, precies, precies. Alleen is het natuurlijk wel... wacht, het ik ben trouwens... Veel mensen haten hem, want het is echt gewoon een soort filler-achtig. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar ik vond hem op zich, de boodschap vond ik wel mooi, de aflevering op zich. Ja, is niet heel geweldig, maar ik vind hem ook niet echt super slecht. Nee, niet per se slecht. Nee, ik vind het echt als Angel Salty is, zeg maar, dat vind ik een minder leuk stukje. Maar ik ben inmiddels aan het verder gaan. Ik weet niet hoe het met jou zit. Want ik denk dat er wel een later punt komt wanneer je misschien Geodude kan vangen. Ja, dat klopt. Nee, ik was hopeloos op zoek naar een Geodude. Ik zit even te kijken, want in de volgende route mogen we ook weer dingen vangen. Cool. Ja, maar ik denk dat ik dan niet zoveel te vangen heb. Ik weet het niet hoor. Nee, zou niet kunnen net kloppen. Ik weet eventjes niet jouw charge uit. Even kijken. Oh, kut. Nu open ik Vegas. Ik hoop niet dat die gaat crashen. Nou. Oh, dat is erg leuk voor je computer. Nee, niet echt. Ja, dat was ook sarcasme. Oké, hij is console. Even kijken. Ik zat heel eventjes naar jouw Pokémon te kijken welke je had. Ja, nee, niet echt. Je hebt niet echt een Pokémon te vangen. Ik wel. Ja, wel deze. Oké. Dat, ja. In de originele games is er hier nog een bug Pokémon te vangen, maar die staat er nu niet tussen, dus... Welke is het dan? Volbeat en Illumise. Oh, die hoef ik toch niet, joh. Die zijn toch trash. Ik weet ook niet meer wat ik gedaan heb qua story stuff. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Je moet waarschijnlijk bovenin eruit proberen te lopen. En dan heb je zo'n cutscene met zo'n vrouwke met een Altaria die heel cool is. Er komt wel iemand. Leisa en Ali. Yeah. Wie zijn Leisa en Ali? Jij hebt deze game nooit gespeeld. Dus dit zit ook niet in de originele. Nee, ik denk al. Wat? Dit is je echt generic anime waifu. Ja, echt hè. Echt, ja, hoor. Dat klopt. Sowieso. Oh, wat een... Oh, ik moet op start drukken? Nee. Zo, iemand zei start in hoofdletters. Toen dacht ik, oh, ik moet op de startknop drukken. Nee. Hij loog tegen mij. Waarom gaat hij nou weer precies tegen mij praten? Ik heb betere dingen te doen, gast. Oh. Zoals wat, hè? Een avatar opnemen met mijn beste YouTube-collega Milan Knol. Nee. Wow, wat? Ik weet niet waar dat ineens vandaan kwam, sorry. Dat was echt cringe. Oh. Het gaat nog een keer gebeuren dat we een shiny... Heb je dat vaak gehoord eigenlijk? Oh, nee. Sorry. Nee.
zou het niet erg vinden. Ik zou het best grappig vinden. ik zou het op zich... ook niet erg vinden, denk ik, als ik jou was. Best wel een soort van... Als ik ook alle kijkers krijg. Als ik er ook alle kijkers... Ja, maar ik kijk... Ja. Hoe heet het? Ik keek Milan Knol toen ik echt net YouTube keek. Keek ik altijd naar zijn video's. Dus ik vind het niet heel erg. Toen hij nog Dit is Milan was, was hij echt leuk, zeg. Ja, dat was echt poch. Ja, ik moet zeggen dat ik dagelijks AD en Milan nu sowieso ook niet zoveel volg. Alleen hij zat laatst wel weer bij de Twitch talkshow en toen vond ik het wel lachen. Mm-hmm. Toen dacht ik wel van, ja, dit is wel de Milan ook een beetje zoals ik hem ken. Ja. Yeah. Dus, ja, ik kan wel door het gras gaan lopen, maar dat heeft dus geen zin. Oeh, ik mag deze Oddish vangen. En hij heeft Sweet Scent. Dat is eventueel wel interessant. Voor Horde Battles. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ik kom een Electrike tegen. Mm-hmm. Vind ik wel vet. Ik vind dat best een vette Pokémon. Deze is het ook. Ik vind het ook een vette Pokémon. Oké, ik heb de Oddish. Maar dat is niet de enige die ik hier mag vangen. Laat ze attack nu omhoog, want dan moet ik echt niet in blijven. Ah, het is toch maar 6 seconden. Oké, hij gaat me vast niet in één killen. Oh, hij doet weer. Even kijken. En put. En de bitch is neer. Zo. Nice. Zo heel veel XP geeft het niet. Ik denk Electrike. Best een goede Pokémon. Sad. Oh, Team Magma. Wat zijn jullie hier? Even voor jouw duidelijkheid. Oddish zit op dit moment wel in mijn team, maar die haal ik er zo weer uit. Dus hij komt niet in de layout. Ik zei het nog expres ook niet onder de comments. Want ik dacht van, ja, dat is ook zo lullig om zo te zeggen. Dan ziet iedereen het weer. Dus ik denk, nou, ik zeg het wel een keer. Achter de schermen, zeg maar. Zeg ik het achter de schermen, ga jij het steeds terugbrengen? Nou. Ja. Omdat het met voorbedachte raden was. Ja, oké. Oh! Coleman is dood. Wat? Nice! Een plus op van level 15. Ik dacht dat plusels niet zo goed waren. Waarschijnlijk wel. Welke Pokémon was Coleman ook alweer? Sixcoon. Dat is op zich niet heel erg. Maar ik bedoel, ik vind het wel jammer van meneer Coleman. Maar op zich... Als je puur kijkt naar Sixcoon is het niet zo erg. Die andere Pokémon... Ik had niet verwacht dat ik die heel lang zou gaan gebruiken. Nee, precies. Ik kan hier ook nog een Gulpin vangen. Alleen, ik kom hem niet tegen. Dus misschien dat ik hem straks nog tegenkom. Dan vang ik hem wel. Ik ga eerst eens even wat Pokéballs kopen. Want ik zag dat ik daar een beetje low om was. Nee, die is level 20. Maar heb ik nog Monies? Dat is de vraag. Ik heb wel wat Monies, maar niet zo heel veel Monies. Die spent de Pokémon weer. Ik weet mijn Pokémon is niet. Nee, dat schiet op. Oh, dat is Beautifly. Ah, oké. Dat is wel handig. Waarom heeft deze gast 2 keer Minun? Ik bedoel, als hij dan nog een Minun en een Plusdol had, oké. Maar... Echt, hè? Ja, lijkt 2 keer dezelfde Pokémon die sowieso al vet slecht is. Ja, nee, dat is een goed idee. LS, jij zegt nou wel dat hij vet slecht is, maar hij killde net wel jouw Coleman. Hij was 4 levels lager, dus op zich... En hij deed de Step Spark. Ja. Dus ik vind dat een... Wie in hemelsnaam verwacht dat een Minun Spark heeft? Echt al die Electric Types, die leren echt vet laten een goede Electric Type move. En nu ineens... Van een Minun... Ik hoor alleen maar smoesjes. Nee. Oké. Wat gebeurde er? Ging je bijna dood? Ik had bijna Whirlwind aangeleerd voor Focus. Oh. Ja, dat zou best wel sad zijn. Of een andere fighting type move die ik wel nodig heb. Hier staan allemaal 10 Magma mannetjes. Die moeten doorlopen alsjeblieft. Dank Wie je. Wie is deze vrouw? Oh, ik ben oud. Oké, doei. Oké, ik denk dat we hier naar links moeten. Nee, naar rechts. Ik denk dat ik fout zat. Ja. Iets in mij zegt dat hoor. Ik weet ook niet wat. En ik zou niet in dat huisje gaan, want dan moet je heel veel dingen doen en zo. Ik sla dat altijd over. Oh, heb ik ook niet gedaan. Mag niet. Laat ik vooral switchen, want anders ben ik hem zo kwijt. Ook dire hit. Wat? Oh ja, dan heb je meer kans op
Super Effective. Of nee? Op crit. Oh, ja. Ja. Wat? Deze gast stopt. Ik stond echt schuin tegenover hem, zeg maar. En ja. Hij dacht, nee, ik ga niet meer doorlopen. Ik zie nu dat er een man staat. Fuck it. Wel, als ik ermee tegen praat, dan wil hij ineens vechten en zo. Ja. Wacht dan anders, hè. Wat is beter, voorsprong of arm thrust? Arm thrust, denk ik. Nee, check moves. Voorsprong, 60. Ja, maar arm thrust is meerdere keren. 15, dus als dat 4 doet, doet het evenveel. Oh ja, dan kan je beter voorspalm. Ja, ligt er een beetje aan de accuracy van voorspalm. Oh ja, daar heb ik niet naar gekeken. Maar volgens mij was het ook 100, dus... Dan is voorspalm beter. Ja, en hij is ook neer, dus ik ben er wel tevreden mee. Ja, precies. Oh, Zoom is level 11. Deze gast is een Aerith. Fijn. Ik heb allemaal Pokémon van level 18. En jij, level 11. Ja, ik heb er eentje van level 11. De rest is allemaal... ja, ik heb ook niet getraind, hè. Ik doe het gewoon op eigen kracht, zonder trainen. Ja, maar ik moest wel, want ik heb allemaal eerste... Ik heb mijn starten niet meer. En ik heb al mijn eerste evolutie-Pokémon. Dus ik dacht ik doe wel echt bijna alles met mijn starter. Mm-hmm. En Makuhita dan. Maar... Ja. Komt ook omdat hier veel Electric-types zijn. Dan ga je ook niet echt... snel naar andere Flying-type Pokémon. Nee, precies. Ik moet even switchen, anders gaat Wish maar zo door. Ja, dat is niet handig. Oh, Fungi level 17. Oké, dat is goed. Spoor? Oh nee, Stunspoor. Ook goed, maar... Ja, vertackle dan maar. Ja. Wat een kut moves heeft Seedot, zeg. Holy shit. Ja, zaten we daar niet met Zoldink ook mee? Dat ik een Seedot had en dat we er echt achter kwamen dat hij niks kon. Misschien, dat weet ik niet meer. Spark doet in ieder geval niet zo heel veel damage. Misschien ga ik Fungi even opzetten. Oké. Seedot is een beest, dankjewel. Oh, kut, ik moet tegen mee. Dit was die Nuzlocke killer, toch? Ja. Wel, Big Rip dan. Ja, dat is echt een Nuzlocke killer. Die is best wel goed. Hey, Seedot evolueert. Nice. Ik had eigenlijk verwacht dat ik... Oh ja, die was al aan het evolueren. Maar dat wou ik even wachten totdat het in de aflevering was. Dat was ook zo. En hij zendt een sluk mij in, terwijl ik mijn Fungi voorop heb staan. Precies op het moment dat ik tegen een sluk maar moet, dacht ik... Ja, nee, ik zet eventjes mijn Fungi voor. Ja, echt hoor. Een lucky dit. Maar goed, Slugma gaat niet in one hit KO. Help. Duurt lang. Ja, ik ben daar nog niet hoor, dus niks aan de hand. Nee, maar ik ben bang voor wat May nog meer in petto heeft. Helemaal niks. Dat hoop ik. Een Growvile. Wrijf het lekker in. Nee. Ik dacht dat ik ook een Talo had. Of is die ook al dood? Die is al dood. Ah. Oké, dan moet ik het zo doen. Vandaar waarschijnlijk ook dat ik natuurlijk Coleman bij me heb. Waarschijnlijk. Anders die gast bij me hebben. Oh, die Growvile is natuurlijk level 20. En step. Big oef. Vandaar. Is het ook step killen. Om Beautyfly? Nee. Jawel, bug flying. Oké. Okay. Dus flying is step. Oh, maar jij zit toch kut? Ik zei gust. Oh, gust. Ah, ik dacht kut. Ik dacht, dat is normal. Oh ja, ik resist het 4 keer natuurlijk. Want ik ben en bug en flying. Het is magie. Dat scheelt echt. Ik zei, het is magie. Ja. Echt hoor, dat gaat me redden. Ik ben inmiddels ook tegen May aan het vechten. Cool. Zeer cool. Attack. Holy damn, die quick attack deed veel.
Ja, oké, okay, hij is ook 5 levels hoger. Oké, okay, maar hier krijg ik wel lekker veel XP van. Dus dat is chill. Dat is zeker. Kijk, chill, ja. Oké, okay, ik begin steeds meer vertrouwen in mijn team te krijgen. Mijn Nuzleaf is ook lekker bezig. Ik begin gek genoeg vertrouwen in mezelf te krijgen in deze Nuzlocke, joh. Ah, je moet die niet overdrijven. Hey, ik heb nog minder deaths dan jou, dus... Ja, dat is waar. Dat zal ook wel even zo blijven, denk ik. Want ik heb best wel veel deaths al. Nou, trouwens, ja. Ik heb er 4, jij 2, dus... Oh. Roll-out. Nee. Daar moet je echt voor uitkijken. Oh, dat... Niet zo heel veel. Nee, maar dat wordt elke damage. Beurt beter, hè? Elke beurt wordt dat beter. Oké, okay, en Mega Drain doet echt amper iets. Die had ik niet verwacht. Oké, okay, 7, dat wordt nu denk ik ongeveer verdubbeld. Dat doet 14. Dus dan kan ik best nu Leechie doen. En dan misschien uit naar een andere. Ja, oké. Okay. Oh, heb ik Quick Attack? Ja, hè? Oh, heb ik net gekregen. Nice. Oké, combos kunnen ze ook dood. Oké, nu heal ik automatisch. Dat is chill. Hij mist rollout. Yes. Nice. Oh, dit is echt... Ik ben echt lucky ineens, joh. Oké, nog een lead sheet. Oké, dit ga ik wel winnen, denk ik. Razor Wind. Dat is best... Oh... Whirlpool, oké, okay, dat doet waarschijnlijk echt niks. Hij is ook maar 1 level hoger. Yes. Ik ga hem toch gebruiken. Oh ja, oké. Dit is mooi. Oh ja, ook nog eens. Die cheat, oké, okay, dat komt helemaal goed. Shroomish. Let op. Hey, die ken ik. Ik niet, mijn is al dood. Rip. Ja. Hoe heette die van jou dan? Ook Fungi? Paddo. Oh, Paddo. Oh, ja. Oké, okay, Wilma is dood. Dan heeft ze nog één, volgens mij. Oh, stuntspoor. Kutzooi. Oké, experience. Zoomer level 12, oké. Okay. Oh, ze heeft geen Pokémon meer, joh. Wat? Ja, ze heeft 3 Pokémons. Ik dacht dat ze er 4 had. Oh... Ah, oh, ik ben geparalyzed. Wat een druk zit maken om niks. En ook nog lead sheet. Wauw, wat een star. Drowsing machine, boy. Hé, hey, dat was mijn tactiek ook op de Wilmer. Volgens mij gebeurt nu bij jouw scherm precies hetzelfde, alleen dan andersom. Ja. Oké. Okay. Ik ga eerst even healen. Nice. Was dat geen crit? Ik weet niet of dat nodig is trouwens. Het is helemaal niet nodig. Oké, okay, dan niet. Oké. Okay. Coleman. Oh, Coleman is ook... Huh? Hoezo is Coleman geheeld? Omdat je waarschijnlijk geheeld werd door mij. Ja, je hebt verloren. Nee. Nee. Nee, ik heb hem niet gebruikt in een battle. Dus dan... Ja... Dan telt dat niet, hoor. Dat ik verloren heb. Nee, tuurlijk niet. Nee, oké. Okay. Oh, hij zit echt te kutten doen, die Shroomish. Hij is helemaal niet zo sterk, maar hij zit gewoon te kutten met zijn stuntspoor. Yep. Echt, die ook nog weer Leechie doen? Ik was zo moe van dat. Echt precies mijn tactiek ook. Wat doet hij? Nee, ik wil weg. Ja, ik wil weg. Nee, ik wil weg. Help. Ik kan niet eens door deze boxers gaan. Hoe weet ik niet hoe Pokémon boxers werken? Echt, hè? Hey, waarom heb ik nog een fiets eigenlijk? Wanneer krijg je die? Nee, krijg je zo. Hey, oh. Whismur evolueert. Cool. In Loudred. Eeuw. Oké, okay, welke Pokémon is dit? Een Wingull. Oké. Okay. Tiki. Bite, ik denk, ja. Ah, deze Wingo kan ik wel aan. Toen dacht ik, nee, laat ik dat maar niet doen. Ben jij nog steeds in de May Battle dan? Nee, hij evolueert nu, hè. Dus hij is net eruit. Ah. Alleen dan moet ik eerst nog naar de Malville lopen. Ja, ik ben daar ook nog niet, hoor. Ik was eerst helemaal teruggelopen. Maar ik weet ook niet hoe ver Malville is eigenlijk.
Na deze route, na deze route. Ja, dat is niet heel ver. Nee. Nee. Oké. Okay. Het voordeel van Linkada wel is, als hij evolueert, krijg je 2 Pokémon ervan. Dat klopt. Als je een leeg slot hebt in je... Ja, en een Pokéball. Party. Huh, ja. Dit mannetje keek de andere kant op en toch ziet hij mij. Magie? Ja, ik denk het. Ik moet tegen Lombre. Met een sombrero. Wing attack, Lombre. Electric doet echt veel te moeilijk voor een wilde Pokémon. Hij heeft me geparalyzed, alleen ik wil hem per se verslaan. Ga je daardoor straks dood? Dat zou sad zijn. Nee. Voorspam. Niet eens one hit KO. Oh, je bent echt scheid, blinde bandiet. Oh. Ik had meer van blinde bandiet verwacht. Wie is blinde bandiet? Hem paralyzed. Dat is Makuhita. Ah, ja. Voorspam. Let's go. En dood. Hehe. Het duurde een uur, maar... Trouwens, over duurt een uur gesproken. We zijn ook alweer een half uur bezig. Ik weet het bijna, ja. Wat een segue. Ik wou eigenlijk Marvel nog even halen voordat we de aflevering afsluiten. Ja, nee, snap ik. Oh, hier staat hier nog een trainer. Beetje jammer dit. Dan gaan we een andere... Van ik denk dat ik nu ga voor wegrennen. Couldn't get away. Oh, fijn dit. Very sad. Oh, ik heb hem ontweken. Yeah. Dan heb ik Marvel gehaald, denk ik, of niet? Oh yeah. Marvel is dus helemaal anders, hè? Ja. Ja, echt heel anders dan de originele Ruby and Sapphire. Hoezo hebben ze dat veranderd? Omdat ze dachten, laten we iets cools doen. Ja, ik weet niet hoe het eruit ziet, dus ik kan lastig zeggen of het cool is. Maar nu denk ik echt van, hoe werkt dat? Waarom? Ik heb het mannetje ontweken, maar ik moest hem wel echt precies doen tegen een wilde. Een Oddish. Oh, ik moet hier zijn. Ik heb echt... Ik wil deze gewoon nu ook verslaan. Je kan het, Sander, omdat je kan ik al redelijk laag level ben vergeleken met mij. Dus... Oh, fijn, ik ben nu poisoned. Ook ga je niet dood door poison in deze game. Nee, precies. Dat zou een beetje sad zijn. Zoals jullie misschien zien, die postet ik op dit moment Magikarp. Omdat ik zo meteen een Pokémon ga vangen in de route hiernaast. Voordat ik de gym ga doen. Ah. Zieke tricks. En dan wacht ik hier even totdat Sander ook zover is. Ja, dat gaat nog wel even duren. Zo. Ja, zo hè. Nee, hij doet echt kut. Want elke keer... Oeh, Mudbomb. Met slap. Slap, slap, slap. Klap, klap, klap. Ja. Oké, die is wel leuk, die is wel leuk. Kom op. Ik wil door. Ik wil niet tegen die man vechten. Dat scheelt echt niet veel. Nee. Oké. Okay. Oh, daar is ook nog een mannetje. Oh, dat was echt dom. Hij ging echt net omdraaien. Moet je nu vechten? Ja. Yep. Tegen een Abra. Die is wel zo dood waarschijnlijk. Oké. Okay. Nou, dat zou fijn zijn. Dat is 17. Oh, hij gaat teleporten natuurlijk, dus dan ben ik sowieso snel. Nee, want het is geen wilde Pokémon. Nee, het is trainer battle. Ja. Oh, ik ben echt dom. Klopt. Hey, hij heeft ook Hidden Power? Of wat deed hij eigenlijk? Is dat niet op de Hidden Power zou heel goed kunnen, ja, dat hij die heeft. Op level 17 volgens mij. Ik dacht altijd dat hij pas wat nuttigs leerde als hij evolueerde. Maar goed, schijnbaar niet. Oké, Abra is... nu ongeveer dood. Oké, had deze gast maar 1 Pokémon? Zegt hij, ja, dankjewel, Edward. Waarom is deze vrouw Edward genoemd? Wat?
Ja, we hebben hier een vrouw in de game. Laten we hem een man aan gaan. Ja, dat lijkt me wel. Slimme game. Couldn't get away. Ah, oh, fuck. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Jij meer dan niet. Echt hoor, die Six Goons en allemaal. Al die wilde Pokémon doen echt irritant. Zijn vies en bitsen. Nou, ik wou het niet zo zeggen, maar het is wel zo. Dat klopt. Ga dood. Ah, oh, hij gaat niet. Nee, ik wil dood. Echt, ik haat deze game. Tjonge, Davina Michel zou hier op zijn plaats zijn. Wat? Oh, omdat ze genaaid wordt. Ah, ik snap. Nee. Omdat zij toch het liedje duurt te lang zingt. Oh. Wie dacht ik dan? Dat weet ik veel. Hoe heet die ene rare van het internet? Dat is duidelijk. Welke van de 1 miljoen? Iedereen op het internet is raar. Oh, wat? Ik ga een winkelcentrum binnen of zo. Ja, dat is een nieuwe stad. Oh, ik moet nu eerst met Wally praten. Ja, en dan moet je gewoon rechtdoor. Ja, ik weet nu niet meer waar de procent is, maar dat is dus rechtdoor? Als het goed is wel. Oké. Dit is echt nieuw voor mij. Oh ja, dit is buiten dan. Ja, een soort in het midden van het meekel zitten, een soort hofje, zeg maar. Oké, dit is wel leuk gedaan. Dan gaan we de aflevering beëindigen. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken. De link staat in de beschrijving. En ik zie jullie heel graag de volgende video weer. Waar we waarschijnlijk naar de derde gym gaan. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst een Pokémon vangen. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.